Zo, maar nog één klein stukje rood. Dan begint het echt op te lijken. Zo. Welkom bij Ademsappel. Deze allereerste aflevering gaat over kunst. Of om preciezer te zijn, over de authenticiteit in de kunst. Zo, dan moet dit nog geel. Oh boy, dat doe ik niet goed. Ja, wat wordt er van jou als kunstenaar nou eigenlijk precies verwacht? Is het zo dat je zo origineel moet zijn dat je dingen maakt die in de hele kunstgeschiedenis nog nooit zijn vertoond? Of mag je gewoon gebruik maken van beelden die andere kunstenaars ook al hebben gebruikt? Nou, vroeger dacht men daar heel anders over dan nu. En in de toekomst zal het door de nieuwe media ook weer anders zijn. Er is soms heel weinig voor nodig om een nieuw kunstwerk te maken. Braque, de maker van dit werk, citeert hier Leonardo da Vinci. Dit werk van Braque vinden we nu een authentiek werk. Hetzelfde geldt voor deze zeefdruk van Warhol. Voordat dit kon, is er in de kunst veel veranderd. Want deze Rembrandt noemen we authentiek. Maar deze niet, want hier hebben ook assistenten aan gewerkt. En deze is louter door assistenten gemaakt. In Groningen staat een gebouw waaraan te zien is hoe vandaag de dag gedacht wordt over originaliteit en oorspronkelijkheid. Het is één grote collage. Catharine Herzog werkt als kunsthistorica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij kent de veranderingen van het begrip authenticiteit. Authenticiteit betekent ja, dicht bij jezelf zijn, eerlijk zijn, oorspronkelijk zijn. En naarmate die kunstenaar oorspronkelijker kon zijn, dus meer kon doen wat hij zelf wilde, kwam eigenlijk ook het begrip op dat hij niet zo oorspronkelijk was, maar dat hij uit de traditie leende en weer samenvoegde, dus nieuwe dingen kon maken. Het heeft te maken ook met het begrip van God. De kunstenaar is heel lang vanuit de middeleeuwen vergeleken met God. Hij was eigenlijk net als God schiep hij nieuwe dingen. Maar God creëert uit het niets. En de kunstenaar maakt altijd iets uit iets bestaans. Dus dat wrong al. Dat was al een verandering. Traditie en vernieuwing, dat is die rennen voortdurend achter elkaar aan. Hè? Hoe ga je om met traditie? In de middeleeuwen was traditie vanzelfsprekend. Men stond in de traditie. Er werd amper over gereflecteerd. Er werd niet over nagedacht van, is dit nou traditioneel wat ik maak? Het hoorde zo. Als je een Maria afbeeldt, als een schilder een Maria schildert, dan kan hij niet een heilige Lucia schilderen. Dat kan in de middeleeuwen niet. Dat soort vrijheid heb je niet. Dat soort oorspronkelijkheid heb je niet. Dus je zit in de traditie en vernieuwing is partieel, dus altijd gedeeltelijk. Je vernieuwt bijvoorbeeld je stijl. Je maakt die Maria levendiger, meer een echte vrouw. Het Christuskindje maak je meer een echt Christuskindje. Dus traditie en vernieuwing zit in die tijd altijd met elkaar in verband. Authenticiteit of oorspronkelijkheid was voor de middeleeuwse schilder dus niet van belang. In de middeleeuwen was er wat anders aan de hand. Dat had te maken met de manier waarop de schilderijen toen gemaakt werden. Kunsthistoricus Max Martens doet daar onderzoek naar. Tussen zeg maar, het einde van de middeleeuwen rond de 14e eeuw tot het einde van het Ancien Regime, dus de Franse Revolutie, eind 18e, is het zo dat de kunstwereld op de volgende manier georganiseerd is. Mensen of kunstenaars zijn lid van een corporatie of een gilde. En binnen die gildestructuur bestond er een belangrijke hiërarchie. Bovenaan stonden de vrijmeesters en die de ateliers leidden. En binnen die ateliers werden vrijmeesters bijgestaan door allerlei assistenten, gezellen in de toenmalige terminologie en leerlingen. Alle mogelijke samenwerkingsverbanden tussen vrijmeester, assistenten en leerlingen zijn mogelijk. Het is de vrijmeester eigenlijk die de eindverantwoordelijkheid had voor de productie van het atelier. En alles wat het atelier verliet kwam dus onder zijn toezicht tot stand en werd beschouwd als authentieke werken van dat atelier. Uh,
Het onderzoek binnen de vakgroep Kunst en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onder meer te maken met het zoeken naar het ontstaansproces van kunstwerken. Met behulp van een aantal natuurwetenschappelijke methoden probeert men uit te maken in hoe een kunstwerk tot stand kwam, wat de diverse fasen daarin zijn, wat de mogelijke samenwerkingsverbanden waren, hoe men in een atelier die dingen maakte, wat de praktijken waren en zo verder. Dit is één zaak van het onderzoek. Een tweede zaak heeft te maken met het bronnenonderzoek, het archiefonderzoek, waarbij we proberen na te gaan in hoeverre dat de observaties die we maken binnen dat zogenaamde materieel onderzoek ook kunnen gekoppeld worden aan contemporaine, dus eigentijdse bronnen. Om een concreet voorbeeld te geven, binnen deze vakgroep gebeurt heel wat onderzoek naar de zogenaamde ondertekeningen van schilderijen. Dat zijn tekeningen die onder de picturale lagen zitten, die niet zichtbaar zijn met het blote oog, maar wel met infraroodapparatuur. Volgens mij komt daar iemand aan. Mm-hmm. Hey, een hand. Kijk. En die hebben we niet. Ja, maar die is er niet. Dat is die. Die zit daar. Ja, dat is. Kijk. Max, hier zie je dus. Hier zie je één hand en hier loopt er nog één. Wanneer we die bestuderen, zien we in sommige gevallen dat er diverse handen aan zo'n schilderij hebben gewerkt. Zowel binnen of in het niveau van de ondertekening als in het niveau van de daarop liggende picturale lagen. Nu, dergelijke vaststellingen kunnen we koppelen aan praktijken die vermeld zijn. Bijvoorbeeld in contracten die opgemaakt werden tussen opdrachtgevers en kunstenaars. Hè, waarbij gezinspeeld wordt op samenwerking tussen meester en assistenten eventueel. Of bijvoorbeeld documenten die verband houden met processen voor de rechtbank, waar het tot een geschil kwam, eventueel tussen de opdrachtgever en de kunstenaar, en waar dus de authenticiteit of de eigenhandigheid van de meester soms ter discussie werd gesteld. Dit prachtige huis is de galerie van Maya Wildevuur. Het staat in Hooghalen in Drenthe. En hierbinnen exposeert een man die op geheel eigen wijze is bezig geweest met authenticiteit. Jansen, u bent van huis uit kunsthistoricus, maar om maar meteen met de deur in huis te vallen, u bent eigenlijk heel bekend geworden als meester vervalsen. Vervalsen van schilderijen van bekende schilders. Hoe bent u daartoe gekomen om dat ooit te gaan doen? Ja, dat is lang geleden. En ik was inderdaad kunsthandelaar en ik kon de huur niet betalen. En, ja, dat wat wel meer in de kunsthandel gebeurde. Ik heb bijvoorbeeld, ik denk dat daarmee is begonnen, dat ik van een poster de tekst afknipte. Een poster wat een litho was. En als je die dan signeerde, dan was dat ding ineens veel meer geld waard. Zo is het begonnen. Maar was geld de enige reden? Want u bent ook een enorme kunstliefhebber. Ja. Nou ja, ik vond het wel avontuurlijk om te doen. Ik vond het wel leuk om te doen. Ja, ik heb het altijd met veel plezier gedaan. Ja. Ja. U had ook een soort passie om te ontdekken hoe een schilder dingen precies schilderde. Ja, dat is, ik denk het wel. Ik vond het altijd leuk om te proberen of ik een kunstenaar, of me dat zou lukken. Want het is bij iedere kunstenaar eigenlijk toch weer anders. Ja.
En bij sommige kunstenaars kostte me dat heel veel moeite om dat zijn stijl onder de knie te krijgen. Ja. En bij anderen ging het makkelijker. En het was ook wel zo, ja, dat als ik eenmaal een kunstenaar gedaan had, als dat gelukt was, als me dat lukte, dan maakte ik er een aantal. En dan had ik daarna zin om weer een andere te proberen. Ja. En wie is nou heel erg moeilijk om na te maken? Het zijn vaak de kunstenaars waarvan je, als je dat ziet, denk je, oh, wat is dat makkelijk. Dat, wat de mensen vaak zeggen, dat kan mijn zoontje ook. Ja. Die zijn vaak het moeilijkste om te doen. Wat ik nog steeds niet begrijp, ik kan me dus heel goed voorstellen dat het een uitdaging is om een schilderij na te maken. En dat het een technische uitdaging is. En dat misschien het in de huid kruipen van een schilder een uitdaging is. Maar uiteindelijk zet u wel die handtekening eronder. Ja. Voel je je dan niet ontzettend schuldig? Ja, dat mag niet, hè. Dat mag niet. Nee. Nou, ik vond het juist wel leuk om te doen. Want op dat moment, kijk, je kunt een tekening maken. Een hele mooie tekening maken. Of een tekening maken. Die, je hebt een vel papier, je hebt krijtjes en dingetjes. Nou ja, hoe gaat dat als je een tekening aan iemand laat zien? Maar als je er Picasso op zet, dat heeft echt een toverstafwerking. Dan is het ineens heel erg belangrijk. En gaan ineens alle deuren voor je open. En dat heeft een effect. Wat ik wel grappig vond. Avontuurlijk. Ja. 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 Nou was het zelfs zo dat Karel Appel van een werk wat u had gemaakt, dacht dat het een werk van hemzelf was. Ja, dat is verschillende keren gebeurd. Dat hij, wanneer hem gevraagd werd, heeft hij meestal gezegd dat het een originele appel was. Ja. Ja. Dat dacht hij ook echt? Ik denk het wel, ja. 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 Waar ligt eigenlijk de grens? Want iemand als Picasso, daar is het toch ook bekend van dat hij misschien wel heel makkelijk ideeën pikte. Ja, dat is ja, zeker. Picasso is iemand die heel snel was in het overnemen van ideeën van andere kunstenaars. En zelfs bijvoorbeeld het cubisme, dat is heel duidelijk aanwijsbaar. Georges Braque was daar eerder mee. Ze hadden samen een atelier. Maar Picasso nam dat over. Maar de eerste cubistische schilderijen van Picasso hingen eerder in de galerie. Hij exposeerde sneller. En die was heel snel daarin. Ja, ik vind dat dat wel mag. De hele kunsthistorie is een optelsom van invloeden en stapsgewijze ontwikkeling. En die dan op een gegeven moment in de stroomversnelling raakt in deze eeuw. Die kunsthistorische ontwikkeling bedoel ik. Maar een kunstenaar mag dingen lenen en gebruiken, vind ik. Als je er maar iets van maakt, iets aan toevoegt, waardoor het waardoor er iets nieuws ontstaat. Schilderijen maken die al bestonden. Ja, op zich heeft dat eigenlijk niet veel nut. Nou, iets nieuws, daar bent u dus nou mee bezig. Iets nieuws maken. Ja. Maar waarom hebben u dat dan jaren geleden al niet gedaan? Ja, dat is misschien wel een beetje dom. Maar het is een materiële kwestie natuurlijk ook. Het is echt met de schilderijen die ik nu hier maak, dat vind ik veel leuker om te maken. Want dat is voor mij iets nieuws. Ik maak nu nieuwe dingen die tot voor die tijd nog niet bestonden. Ik vind dat hele belangrijke ontdekking. Die ik, als je daar eenmaal de smaak te pakken van hebt, dan wil ik dat eigenlijk ook het liefst iedere dag aan werken. Maar ja, probeer maar Jan Jansen te verkopen. Er is er hier één verkocht en één gestolen. En een gat in mijn zool heb ik ook al. En, U bent niet rijk. U bent er nooit rijk van geworden. Nee, dat vind ik wel ergelijk, ja. Ja. Ja.
Alles Jansen als kunstenaar pas sinds kort aan het vernieuwen, toch zijn al begin deze eeuw grote veranderingen in de kunst gekomen. Dan heb je twee soorten vernieuwing. Je hebt vernieuwing in inhouden, in betekenissen, en je hebt vernieuwing in technieken. En bij het cubisme had het geluk of het ongeluk, het is maar net hoe je het ziet, dat ze de collage hebben uitgevonden. Dat is een vernieuwing in de techniek. En dat is wat ik vaak het grootste paard van Troje in de moderne kunst vind. Want met die vernieuwing van de techniek hebben ze ook een vernieuwing doorgevoerd die juist tot niet-originaliteit heeft geleid. Want als je collageert, dus bij elkaar haalt wat reeds bestaat, gebruik je bestaand materiaal heel nadrukkelijk. Er zijn twee manieren om met collages om te gaan. Je kunt vrijwel betekenisloos materiaal bij elkaar collageren. Stukjes afval die geen afgeronde vorm hebben. Stukjes papier. Maar op het moment al dat je bijvoorbeeld iets uit een krant haalt waar een foto bij staat, dan heb je iets met een betekenis. En die betekenis is een bestaande betekenis. Als je dat met andere bestaande betekenis bij elkaar voegt, krijg je een collage van nieuwe betekenissen. En dat is de uitvinding van de fotomontage. En dat is die paard van Troje. Want met dat je dat binnenhaalt, krijg je wel nieuwe betekenissen. Maar het originele zit hem dan niet meer in het maken van het beeld, maar in het bij elkaar brengen van die betekenis. In het Groninger Museum hangen zeefdrukken van dé niet-vernieuwer van de moderne kunst, Andy Warhol. Die zeefdrukken die hangen zijn heel erg interessant omdat ze zeefdrukken zijn. Zeefdrukken komen uit de commerciële business. Ze zijn voor het eerst gemaakt voor de reclame om pakken van wasmiddelen en zo op te drukken. Hij heeft dus een druktechniek gebruikt uit de commerciële circuit en heeft dat verheven tot kunst, tot de grafische techniek die in de kunst waardig is. Vervolgens gebruikt hij als ondergrond voor die zeefdrukken gebruikt hij een soort collage techniek die eigenlijk uit het cubisme komt. Papiertjes als het ware die over die gezichten zijn gecollageerd. Dat is het techniek van de papier Collé, en die is uitgevonden door Picasso en vooral Braque. Dus dat is al een heel oude techniek. En dan doet hij nog iets heel interessants. Hij collageert ook op een ideële vlak. Ik denk dat dit gaat om mannen die zich als vrouw verkleed hebben. Nieuwe dingen blijven doorgaan. Mensen blijven nieuwe dingen maken. Ze creëren zelf de behoefte aan nieuwe dingen. En zodra iets, bijvoorbeeld de fotografie, is uitgevonden, dan jaagt dat aan om daarmee meer mee te doen. Daarna komt de film, na de film komt televisie, na de televisie komt internet. En dat jaagt elkaar aan. Maar het idee van het volstrekt nieuw maken, dat is verlaten. Edo Schoonbeek houdt zich bezig met de nieuwe media. Naar de normen van deze tijd jat hij alles bij elkaar wat hij vinden kan. Edo, je bent aan het afstuderen op internet. Ja. Wat doe jij daar? Ik ben bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van humor op het internet. En op dit moment ben ik bezig met het maken van cartoons voor de Volkskrant, voor de internetsite van de Volkskrant. En daarbij probeer ik een beetje in de oude traditie van de cartoon en de spotprint en dat soort dingen te zitten, maar wel zoveel mogelijk gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden die het medium biedt. Weet je van wie die foto's zijn? Ja, soms wel. Nee, soms niet. Soms niet? Nee. Het komt er ook niet bij te staan? Nee, nou, er zijn bijvoorbeeld bij hier heb ik deze foto, die heb ik uit de krant gehaald en daar staat dus gewoon onder van wie die foto is. Maar op internet? Maar die handen, ik heb eerlijk gezegd geen idee waar die handen vandaan komen. Het zou heel goed kunnen zijn dat ik die van internet ergens heb geplukt. Ja, ja. En dan staat dat gewoon bij iemand op een pagina en dan zie ik daar een foto staan waar iemand met zijn hand goed op staat en dan neem ik gewoon die hand. Nou, dit is dus een foto uit de Volkskrant. Ja. Die, even kijken, maar dit was ongeveer het origineel. Je kan die mannetjes gewoon verschuiven. Ja, dit is dan ongeveer de foto. En wat je doet is je knipt al die dingetjes eruit. Yeah. En je vult overal waar een gat valt, vul je op met extra
Dat kan met die computer, is daar ideaal voor. En wat je dan vervolgens kunt doen is, je kan met die dingen schrijven wat je wil. Ik heb bijvoorbeeld, van deze foto heb ik twee animaties gemaakt. Dit is het ene plaatje. En het andere plaatje. Oh ja. Zo lijkt het alsof het beweegt, maar ja, het zijn maar twee plaatjes. Het zijn maar twee plaatjes, maar onze hersenen vullen de rest in, geloof ik. Het is gewoon het spiegelbeeld van die foto. Ja, het spiegelbeeld van de benen alleen. Van de benen. Ja. Voel je jezelf nou een kunstenaar? Nee, niet echt. Nee? Nee. De meningen zijn er nogal over verdeeld, maar ik vind dat ik heel erg toegepast bezig ben. En ik geloof niet dat ik echt als een kunstenaar denk ook. Nee. Heeft dit soort werk op internet, wat voor soort toekomst heeft dat nou? Ik bedoel, gaat het helemaal uit de hand lopen? Ja, ik bedoel, het gebruiken van dat materiaal en dat soort ideeën. Dat, ik heb geen flauw idee of ze dat in de hand kunnen houden. Sowieso is het al heel lang aan de gang. Voordat ik van internet gebruik maakte, haalde ik al mijn materiaal gewoon van tv. Nam ik de hele hand videobanden op en dan dat verwerkte ik dan tot animaties. En ik weet wel dat op internet en de digitale media zijn er wel mensen bezig met copyrights. En er zijn manieren om een watermerk aan een plaatje te hangen, zodat je weer een origineel krijgt en een kopie, zodat er wel weer verschillen zijn. Ik heb geen flauw idee of dat ook echt werkt, of dat ook echt waterdicht is dan. Dus op dit moment is het nog eigenlijk nog een chaos? Ja, zodra het ergens op een computer verschijnt, is het vogelvrij. Ja. En kun je ermee doen wat je wilt. Als er nou mensen zijn die jouw cartoons jatten, wat zou je daarvan vinden? Nou, mijn materiaal is al gejat, dus... Maar goed, jij dus hebt dat er is weer ook nieuws. Niet van mij, dus dat mogen ze hebben. Als authenticiteit niet meer geldt, is de vraag dan, is alles dan toegestaan? Ik geloof niet dat dat zo strikt kan gelden. De vraag is, waar plaats je de authenticiteit? Zit het in de nieuwe betekenissen? Dan is het nog steeds een soort van vernieuwen of authenticiteit of originaliteit. Zit het in de vorm, dan kun je dat niet meer, hard maken. Het is heel moeilijk om nu nog een nieuwe vorm te bedenken. Wel is het mogelijk om nieuwe composities te bedenken, nieuwe conglomeraties te bedenken. En daar is ook nog iets anders aan de hand. Er zijn de nieuwe media. En de nieuwe media, dat is dus die technische ontwikkeling die maar voortgegaan is, die levert ook toch ook weer nieuwe vormen op. Maar bij die nieuwe vormen komen ook weer nieuwe betekenissen. Het is een heel ingewikkeld spel. Maar het oude idee van authenticiteit, dat je volkomen, volstrekt, absoluut nieuwe dingen in de wereld brengt als kunstenaar. En daarmee de traditie achter je laat, dat kan niet meer. Dat bestaat niet meer. Gisteravond thuis een heel aardig werkje geschilderd. Een echte Mondriaan. Kan u eens even zeggen wat u daarvan vindt? Ja, ik vind het erg mooi, maar ja, het heeft natuurlijk als Mondriaan geen schijn van kans. Maar, echt niet? Waarom niet? Het grootste probleem is dat ook al zou je nu Mondriaan schilderen zoals hij het 50 jaar geleden heeft gedaan. Het schilderijtje zou dan net zo uitzien zoals hij het in 1940 of in 1930 gemaakt had. Op zijn atelier uit heeft laten gaan. Dan zijn er ondertussen 50 jaar voorbij gegaan. En na 50 jaar ziet zo'n schilderijtje er heel anders uit. En Mondriaan gebruikte dus ook hele slechte verf en hele slechte doekjes, zoals jij ook hebt gedaan. Yeah. Maar na 50 jaar zit er dus verkleurt het, vergeelt het, zit er een krakelee in. Is het, helemaal niet aan gedacht. Ziet het er allemaal echt heel anders uit. Yeah. En ik hoef het niet allemaal te gaan uitleggen. Hij signeerde niet met een ballpoint, hij had geen nietjes en Oh ja, natuurlijk, ballpoint heb ik ook niet aan gedacht. Het is met acrylverf, dat gebeurde toen natuurlijk ook nee, niet, hè? Nee, het is verkeerde verf, alles is verkeerd.
Alles is verkeerd. En, als het diagonaals gewijs schilderen, ja, was een van de dingen waar Mondriaan tegen was en waardoor hij ruzie heeft gekregen met Van Doesburg. Dus ik zou zeggen, als Van Doesburg zou het nog iets meer kans maken dan een Mondriaan. Oh, echt waar? Dus als je iets wil doen, kijk eens wat meer in de boekjes en in het museum. En dit is echt een leuk schilderijtje. Blijf vooral schilderen, maar... ja, jammer.